stemmen, dan krijg je op de hoogte van de muziek. Ik heb een beetje een steeds vaak liggen. Nou, dan gaan we beginnen bij de eerste live wedstrijd weer naar een lange tijd van ZVC tegen Hoven Cubo 2. ZVC natuurlijk als zwaar favoriet, als eerste, eerste in de competitie. Hoven Cubo gedeeld laatste. Maar de laatste wedstrijd eigenlijk na de coronastop wel gewonnen. Dus ze willen wel wat en wie weet hebben ze wat versterkingen. We gaan het zien zometeen. De startopstelling is Mustafa in de goal. En we zien Joost en Salem achterin. En voorin. Zien we Mustafa Mohamed. Voor het eerst ook Tim van der Weerthof weer bij de selectie. Tijdje druk geweest. En nu als tweede keeper ook weer op de bank. Goal van Nassim, spelend bij DVS, maar laatst stond al in de, op de voetbalsites dat hij zijn contract niet ging verlengen. Dus op te halen volgend jaar voor een veldploeg. Maar de 1-0, al heel snel. Jeroen, moet je niet even hard roepen, want de tijd loopt niet. Mooie redding van Mustafa. De vorige wedstrijd ook wel heel belangrijk geweest. Sowieso heel belangrijke, betrouwbare keeper. Want het kan zo snel gaan. Thank you.
precies wat hij gezegd. Slijding was iets wat vroeger in de zaal niet mocht, tegenwoordig wel. Dus de slijding is ook toegestaan. Ondertussen is het team veranderd met Mohamed Issaoui, met Khalid Adil en Anouar erin. Het hele team gewisseld. Dat is bij het samenvoetbal natuurlijk ook veel, dat teams wisselen en zo proberen met verschillende blokken die op elkaar ingespeeld zijn, toch die rust te nemen af en toe. En de tijd die je speelt 100% te geven. Mocht het dan niet lopen, zie je dat de coach vaak toch één of twee laat staan om de chemie en team toch iets te veranderen. Je zag net duidelijk dat ZVC de rust er ook in hield. Toen Mustafa de Bouwer uit wilde gooien, maanden Mohamed tot rust en nam hem mee. Dat is iets wat ZVC wel heel erg veranderd heeft. In het begin was het alleen maar aanvallen en ook veel doelpunten tegenkrijgen. Maar dat is dit seizoen toch wel wat veranderd. Wordt veel rustiger gespeeld en gewacht tot het gaatje komt, want dat komt er altijd wel. En wachten tot de tegenstander een fout maakt. En als de ene keer niet meeloopt, dan is gelijk een hele gevaarlijke situatie. Thank you.
mooie call van Galit. Of het zo de bedoeling was, dat waag ik te betwijfelen. Maar hij zit erin. Hier toch wel een aardige redding ook weer van Mustafa. Je ziet dat hij laag blijft zitten. Het kool is natuurlijk niet zo hoog. En zit je laag, dan kun je een heel groot deel van het kool... kun je toch, als je een stapje naar voren bent, kun je dat bespreken. Je ziet hier trouwens ook dat de keepers zonder handschoenen spelen. Handschoenen hebben eigenlijk heel weinig zin. Sommige keepers doen het voor de fingersaves... omdat het toch wel een beetje op korte afstand is. Maar het is niet, niet glad. De bal is niet nat. Je kunt de bal veel makkelijker oppakken. En het zijn vaak toch reflexen die je hebt. Je hoeft de bal maar aan te raken en hij vliegt een andere kant op. Sportieve wedstrijd vandaag weer met veel respect voor elkaar. Misschien wat anders, maar je ziet de tegenstanders en ZVC elkaar laten voetballen. Je ziet Hovo Kubo ook wel met vaardige spelers die er af en toe gevaarlijk uitkomen, maar ook wel ruimte weggeven. Hier weer een belangrijke redding van Mustafa. Je ziet hier een actie en als die actie verkeerd gaat, dan loopt het gelijk. Is er gevaar?
Je zag hier ook dat het belangrijk is voor de verdediger om te blijven, niet te happen. Toch die keuze uit te moeten stellen, zodat de hoek waaruit de speler moet schieten steeds kleiner wordt. En de keeper het goal nog zo kan verkleinen dat het lastig wordt voor de aanvaller om te scoren. De wedstrijd wordt toch iets harder. De jongens die blijven er met tweeën in geloven. En die denken er is wat te halen. En je ziet soms ook die slordigheid door het midden pasen dat dat net niet kan. ZVC kijkt dat het kan, zakt in principe naar de middenlijn terug om ze daar op te vangen. En als ze merken dat die aanname verkeerd is, dan zetten ze opeens allemaal druk, zoals hier ook. Bij dit blok speelt Anouar heel diep. Dat is anders dan bij het andere blok, waar ze veel meer bewegen vanaf de zijkant. Hier zie je Anouar heel diep staan en dan ingespeeld worden. Ja.
Ook hier Mustafa weer heel belangrijk, maar hier zie je weer dat degene die alleen achter staat, de tegenstander eigenlijk dwingt zo lang mogelijk die keuze uit te stellen. Je ziet ook dat Mustafa van die volleybal kniebeschermers heeft. En je merkt net ook, dat glijdt aardig. Dus hij glijdt eigenlijk op zijn knieën, kan hij zo nog een stuk verder glijden. En dat is een voordeel voor een broek die remt.